Ja, dat, maar ik heb nou natuurlijk die tekst ook echt niet gelezen eigenlijk. Ja, een beetje. Je hebt hem zelf geschreven. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen, globetrotter op de Himalaya. Grapje. Wij zijn vandaag walvisvaders in Antarctica. Dat is ook een grapje, want dit is Thijs en wij zijn vandaag copywriters. Zeker. En we zijn bij Good Habits vandaag. Wat is Good Habits precies? Wat doen jullie? Wij schrijven online trainingen die we in een soort abonnementsvorm aanbieden aan Werk in Nederland. En wat ga ik vandaag Wij gaan doen? Vandaag scriptjes schrijven voor Lisa. Dat is de dame die de trainingen eigenlijk presenteert. En als we het halen ga je die ook presenteren in onze studio. Dus ik moet gaan presenteren? Als het lukt wel. Presenteren. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Monica, we gaan proberen om die Lisa's te schrijven. Onze trainingen bestaan altijd uit 5 blokken, waarin het eerste eigenlijk een introductieblok is. 2, 3 en 4 die behandelen echt de theorie. En blok 5 is eigenlijk een soort recap van ja, wat heb je nou geleerd? Wat jij hier op papier hebt, dat gaan wij inkorten in filmpjes. Ja. 200 pagina's. Ja, 24. Laten we gaan schrijven. Ja. Op de computer. Dus laten we gaan kiezen. Dus dit is eigenlijk je leidraad. Hier staan ook een aantal bronnen die je kunt raadplegen bij je research. En op basis daarvan zou je dan geacht moeten worden in mijn functie om daar een lopend tekstje van te maken. Wat dus wel uitgesproken moet gaan worden. Maar als je het daar in je achterhoofd houdt, dan zou je waarschijnlijk sommige dingen net iets anders. Of met interpunctie, comma's, punten. Ja. Daar moet je dan wel rekening mee houden. Weet je wat ik echt irritant vind? Nee. Van die mensen die onnodig vermeld taalgebruik bezigen, ten einde door hun gewenste positie te afweren. Ja, die zijn echt vreselijk. Maar denk dat we naar de studio gaan. We zijn nou in de studio natuurlijk. Ja. En hier nemen jullie de filmpje van ja. Lisa op. Je hebt nou natuurlijk het perfecte script geschreven. Dus nu gaan we kijken. Ja, je wilt het slot van rekening presenteren. Ik heb nog nooit met zo'n autocue gewerkt. Sterretjes moet je niet oplezen. Blok 4 hoeft ook niet. Sterretje. Hallo, Lonneke, we gaan beginnen. Ik heb voor jou blok 1 klaargezet. Dus als je gaat lopen, dan mag je beginnen. Jij, ben je er klaar voor? Beperk je niet langer tot een standaard cv. Ga er echt goed voor zitten. Een document dat alle anderen doet verbleken. Die geweldige baan komt je niet zomaar aanwaaien. En de uitnodiging voor het gesprek valt niet vanzelf op de deurmat. Oké. Okay. Best wel lastig. Ja, maar ik heb nou natuurlijk die tekst ook echt niet gelezen eigenlijk. Ja, een beetje. Je hebt hem zelf geschreven. Ja, ik heb hem zelf geschreven. Als copywriter moet je natuurlijk taalgevoel hebben. Je moet creatief zijn. Je moet om kunnen gaan met deadlines. En je moet doelgroepgericht werken. Nou, ik vond dat met zo'n autocue werken vond ik best wel lastig. Het was wel heel leerzaam, ik vond het wel heel cool. Ja. Ja, dankjewel. Nou, fijn, ja, graag gedaan. Ja. Dat was. Ik ga je nou even inmaken met flippen. Ja, dat is goed.